Kan een orthese levens veranderen? Design Sciences. Ik ben Christophe Waas, professor inclusief ontwerpen bij de opleiding productontwikkeling. En ik ben hier vandaag om te praten over producten en diensten die bruikbaar zijn voor mensen van alle leeftijden en vaardigheden. Typisch genoemd inclusief ontwerpen, maar bij productontwikkeling gaan wij graag een stapje verder. Daar gaat het meer over participatie in de samenleving. We willen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. En liefst met producten en diensten die inzetten op menselijke prestatie, menselijke gezondheid en welzijn. Vandaag ben ik naar hier gekomen met twee ortheses. Ik ga jullie even uitleggen wat een orthese is. Jullie kennen allemaal een prothese en een prothese vervangt een bepaald lichaamsdeel. Een orthese daarentegen ondersteunt, stabiliseert of corrigeert een lichaamsdeel en is dus iets dat je boven een bestaande ledemaat gaat dragen. Ik heb hier twee voorbeelden meegenomen en aan de hand van twee zeer uiteenlopende ortheses hoop ik jullie een beeld te geven van hoe belangrijk de context, inleving en empathie zijn als hoekstenen bij het ontwikkelen van hulpmiddelen die levens kunnen veranderen. Ik ga jullie de eerste orthese voorstellen die ik heb meegebracht. Dit is Toto, een enkelvoetorthese voor kinderen in Madagaskar die lijden aan cerebrale parese. En cerebrale parese is eigenlijk een hersenverlamming of een houdingsbewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door een tekort aan zuurstof in de hersenen. Heel vaak treedt dit op voor of na de geboorte of in het eerste levensjaar van het kind. En ja, jammer genoeg hebben die kinderen dus last met wandelen of stabiliteit. Met dit hulpmiddel gaan wij eigenlijk die deformaties of die standafwijking proberen tegen te gaan. Door trekkracht uit te oefenen op bepaalde spieren die eigenlijk verkort zijn, gaan wij proberen om die spieren tegen te werken en een correctie aan te brengen. We gaan dus nooit het loopgedrag helemaal kunnen herstellen, maar we gaan het wel substantieel kunnen verbeteren voor die kinderen. Goed, zover het technische verhaal. Nu gaan we even reizen naar Madagaskar. Madagaskar is een van de armste landen in de wereld. 93% van de bevolking moet daartoe komen met $2 per dag. Het is een zeer arm land. Ook de gezondheidszorg kampt met grote tekorten. Er is de politieke situatie, sancties die zijn opgelegd, waardoor er echt een groot tekort is aan hulpmiddelen en medische zorgen. Dus laat ons zeggen dat de rijken en de toeristen in particuliere ziekenhuizen terecht kunnen, maar voor de gewone Malagasiër is deze hulp echt onbetaalbaar. Daarom zijn wij aan de slag gegaan in de context, in Madagaskar zelf, en hebben wij onze masterstudent Mathies Hoenderboom ook naar Madagaskar gestuurd om met de lokale mensen en met lokale materialen aan de slag te gaan. Nu, als we als ontwerpers aan de slag willen gaan in die context, dan moeten we, zoals ik al verteld had, met betaalbare materialen en lokale ambachtslui aan de slag. Mathies heeft een maand doorgebracht in Madagaskar en heeft daar, ondanks de slechte wegen, enorm veel rondgereisd en allerlei ateliers gaan bezoeken. Hij werd ook bijgestaan door studenten van Revaki, die hebben geholpen met het aanpassen van de orthese en de ganganalyses. Ook heel belangrijk om te vermelden dat deze orthese tot stand gekomen is met de VZW, de Lach van Joella. Dat is een VZW van een van onze collega's die zich al jaren inzet voor het welzijn van de weeskinderen in Madagaskar. Dus ook enorme dank aan hen en ik denk dat zij ook enorm blij zijn met de ontwikkelingen die wij voor hen gedaan hebben. Nu, wat zien we hier? Deze orthese is dus effectief gemaakt met materialen van kinderen. We herkennen het bamboe, die gebruikt is voor het achterste deel. Er wordt ook zeeboeleer gebruikt in plaats van gewoon leer. En naar de straps en zo verder is er gekeken naar materialen zoals sisal, raffia. Dingen die ook allemaal beschikbaar zijn, ginder in de lokale context. Het idee is ook dat deze orthese maakbaar zou zijn
voor $5. Goed, ondertussen zijn we verder aan het ontwikkelen op dit prototype en is er een nieuwe student naar Madagaskar, Laura Housby, die een nachtorthese aan het maken is. 'S Nachts zijn de kinderen veel ontspannender en kan er eigenlijk veel makkelijker gecorrigeerd worden. Dus de volgende stap is om van deze versie een leren nachtorthese te maken. Goed. We gaan naar het tweede prototype dat ik heb meegebracht. En nu verhuizen we naar een heel andere context. We gaan terug naar onze westerse samenleving. En ik presenteer jullie de Maniflex, die ontworpen is door Mano Baliu. En die is samen ontwikkeld met Orthobroker, een gekende lokale fabrikant van medische hulpmiddelen. Nu, wat we hier zien, is een orthese die de onderarm gaat behandelen. Dus ook hier wordt er gezorgd voor stabiliteit en ondersteuning in bepaalde gewrichten en plooipunten. Maar deze is gemaakt met de allernieuwste technologieën. Met 3D-prints in TPU, zoals ze zeggen. Een technologie die heel veel flexibiliteit en vormvrijheid gaat toelaten. Maar nu heeft met deze orthese ook de James Dyson Award gewonnen in 2021. De Award voor Jong Talent. En wat we hierover kunnen vertellen qua ondersteuning, is dat hier bij zo'n onderarmprothese de hand en de arm vaak heel vast zit. Hè. Er moeten bepaalde bewegingen gecorrigeerd of ondersteund worden, maar het zou ook leuk zijn dat er wat bewegingsvrijheid is. En daarom is dit zo'n interessant materiaal. Het is flexibel en het kan dus met die 3D-printtechnieken helemaal op maat gemaakt worden en ook gepersonaliseerd worden. Goed, hoe gaat dat nu in zijn werk als je die moderne technologie inzet? Het eerste wat er gebeurt, is dat er een scan wordt gemaakt van de onderarm. Dat model wordt geïmporteerd in de 3D-software, waar dan het 3D-model van de orthese wordt overgeplaatst. Een standaard model, zou je kunnen zeggen. Dat wordt aangepast aan de dimensies van de onderarm die we hebben ingescand. En dan kan de specialist eigenlijk in elk plooipunt gaan aangeven hoeveel speling een bepaald gewricht moet hebben. Hè? Speling en weerstand. Dus wat we hier ook zien, is dat er bepaalde plooipunten verdikt zijn of meer materiaal krijgen, omdat we daar minder bewegingsvrijheid willen geven. Andere plekken zijn dan weer veel flexibeler gehouden. Dus zo kan je een zeer gepersonaliseerd product maken. De laatste stap is ook nog eens om aan te duiden hoeveel vingers je wilt gaan bedienen, een kleur aan het materiaal toekennen en eventuele straps personaliseren. Dus waar je mee eindigt, is een zeer lichte en bruikbare orthese die ook voor kinderen veel aangenamer is, omdat ze kleine dingen kunnen manipuleren. Het is veel prettiger om te dragen, omdat ze iets meer bewegingsvrijheid krijgen. Ik ga nog heel even de twee protheses samennemen. Zoals ik jullie heb verteld, twee zeer uiteenlopende contexten. Maar ik hoop door jullie deze twee extreme voorbeelden te tonen, dat ik jullie heb geïllustreerd hoe ongelooflijk verschillend een ontwerpuitdaging en een ontwerpaanpak kan zijn. De aspecten die meegenomen dienen te worden, de gebruiker, het economische plaatje, de plaatselijke context, zeer belangrijk, en de technologische know-how die beschikbaar is. Dat was mijn verhaal. Inclusieve groeten en graag tot een volgende keer. Universiteit Antwerpen. Bepaal mee de toekomst.